aflevering van Summer Jobs ga ik op bezoek bij onze helden. Ik mag namelijk een dag meelopen als redder. En dat doe ik natuurlijk bij de reddingsbrigade. Ik heb er zin in. Ik denk dat dat een begeleider is. Hey! Hey! Tom! Didem! Ja, klopt! Hoi! Hallo, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat gaan we vandaag precies doen? Nou, we beginnen met het materiaal klaarzetten. Oké. Dan gaan we naar boven. Mm-hmm. Laat ik je even onze post zien. En dan gaan we echt aan de slag. Oh, oké. Fijn. Ik heb er zin in. Ik heb hier een setje kleding voor jou. Okay. En die mag je aan gaan trekken. Oké. Okay. En dan zie je er ook echt als een goede redder uit. Oké. Okay. Nou, dan ga ik me even omkleden. Goed zo. Die kant op, hè? Die kant op. Oké. Okay. Hey Tom, wil jij je wegvaren voor mij? Zonder jou niet natuurlijk. Spring erin. We zijn aan het controleren of de boot goed en veilig is om mee weg te varen zometeen. Ja. Als eerste gaan we de mobielefoon testen. Dat is de verbinding die we hebben met de post. En daar praten we door. CP Schavenzander, 3029 over. Mag jij zeggen dat het een radiotest is? CP Schavenzander over. Dit is een radiotest. Zijn wij goed te verstaan over? 3029, u bent luid en duidelijk verstaanbaar over. Ja, dank u wel. Over en uit. Okay. Even kijken of de motor het doet. Oh, leuk. En dat kan jij misschien wel het beste doen dan. Ja, dat is wel handig. Dat is zeker wel handig. Dus dan mogen we de boot uitspringen. Ja. En dan sluiten we hem aan op het water. Didem, zet het water maar aan. Yep. Didem, mag jij zo meteen naar voren lopen? Oké. Okay. Als je het sleuteltje op het dashboard helemaal naar rechts draait, dan gaat de motor aan. Oké. Okay. Maar ik krijg niet weg, toch? Hij doet het, denk ik. Goeie zaak. Nou, dan gaan we nu even naar de radiokamer kijken, Didem. Ja. Dit is het epicentrum van de reddingsbrigade. Hier komt alle telefoonverkeer, alle mobielefoonverkeer komt hier binnen. Wat wij net hebben gedaan op de boot, radiocontrole, ja. Dat komt hier binnen. Nou, hier hebben we ook een speciale rode telefoon voor alle alarmoproepen die we krijgen via de andere posten. Van de reddingsbrigade. Van de reddingsbrigade. En we hebben een scherm met allemaal camerabeelden erop, ook van alle andere posten. En dit is het hele gebied waar jullie op uitrukken, zeg maar. Ja, als er dit is het hele strand van Schravenzanden. Ja. Ja, dat moet ook wel natuurlijk. Oké, okay. Best interessant, hé. Ja, en zeker. Ik zie een verrekijker. Kijk er maar eens even door. Ja, ik ga hem even uitproberen. Zo! Zien jullie hier wel eens naakte mensen? Ja, die zien we wel eens. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Nou, ik hou hier een logboek bij waar alle auto's zijn en wat ze doen en alle boten. Oh, oké. Okay. Ik zie dat wij hetzelfde shirtje aan hebben. Ja. Hoe komt dat nou? Want Niels heeft een gele. Ja, je hebt 3 strandwachtcursus. Je hebt eerst eigenlijk de basis. Ja. En dan heb je junior strandwacht en dan senior strandwacht. Oké, okay, en hoe oud was jij eigenlijk toen je begon? 8, 9 jaar. Echt waar? Ja. Jeetje, zo vroeg al. Dus bij de reddingsbrigade maakt het eigenlijk niet uit hoe oud je bent om hier aan het werk te kunnen gaan? Nou, op het strand wel. Maar je begint altijd eerst in het zwembad met trainen. En dan maakt het eigenlijk niet echt uit hoe oud je bent. Hoe vaak patrouilleren jullie dan eigenlijk? Nou, eigenlijk gedurende heel de strandwachtdag, meerdere keren. Je wisselt het wel af, zodat je niet alleen maar bijvoorbeeld in de auto aan het patrouilleren bent. Je kan het ook te voet doen, of met de boot bijvoorbeeld. En het is zeker wel belangrijk om dat te doen. Hoeveel mensen werken er eigenlijk dagelijks bij de reddingsbrigade? Nou, we hebben ongeveer 90 actieve strandwachtleden. Zo. Dus dat zijn best wel veel mensen. Ja. We proberen om die mensen te verdelen over ons strandwachtseizoen. Dat er ongeveer 6 à 8 mensen per dag aanwezig zijn. Voor de strandwacht heb je 3 verschillende opleidingen. Dat is de opleiding jeugd, de opleiding voor strandwacht A en de opleiding voor strandwacht B. Je begint in het zwembad, daar leer je de vervoersgrepen. En daar leer je ook mensen redden en mensen aan de kant krijgen. Ja. En dat is eigenlijk gericht op het binnenwater. Oké, okay. En dan op het strand? Pas je aan de omstandigheden en aan de zee ja, en zo. Dat klopt. Als je ongeveer 13 bent, kan je echt een opleiding gaan volgen tot strandwachter. Ja, nou ja, dan ben je weer een stapje verder natuurlijk. Ja, precies. Nou, dit lijkt me een mooie plek om even te kijken, ja, toch? Ja, even te kijken naar de zee.
Oké, de EBO-groep voor even, dan ga ik alvast naar binnen. Oké. Didem, je bent toch niet aan het dromen over Baywatch, hè? Nee. Nee, we hebben een serieuze oefening. Pak aantrekken. Oké. En we gaan. Kom op. Ja. Serieuze oefening. Kom je omkleden. Ik vond het echt een avontuurlijke dag. Ik heb me heel even als een echte held mogen voelen. Maar vind je dat ik het een beetje goed heb gedaan? Ik vind dat je het heel leuk hebt gedaan. Ja. Maar je hebt nog wel een hele hoop te leren. Ja, oké. Dat weet ik, dat begrijp ik. Maar voor de eerste dag ging... Voor de eerste dag ging het heel goed. Best goed, toch? Ja, zeker. Oké, ik geef nog even een hand. Dankjewel. En ik ga snel naar huis voordat ik zelf gered moet worden. En ik denk dat jij er ook klaar mee bent, of niet? Wij zijn er ook klaar mee. Okay. Morgen weer een nieuwe dag. Laten we gewoon weggaan. Zo is dat. Doei! Het was weer een gezellige dag, vol verrassing en avontuur. En ik mocht vandaag met zowel jong als oud werken. Niet elke dag wordt iemand gered, want de nadruk ligt uiteraard op preventie. Maar toch is er ruimte voor gezelligheid. Ik ga even het zand uit mijn oren vissen. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Summer Jobs.